welkom in deze nieuwe video aan bos. Vandaag zijn het de Vredesfeesten, dag 1. We zijn nu 2 september. En we gaan eens kijken wat er eigenlijk allemaal te doen is en wat er ook allemaal te zien is. Dus we gaan hier al eens een keertje oversteken en een keertje kijken wat dat we kunnen zien. En straks gaan we ook aanschuiven op de markt. Maar daarvoor zijn we nog wat vroeg. Maar we waren vroeg vertrokken om zeker van alles te kunnen zien waar we moeten zijn. Zo'n ding allemaal. Dus wat er reclame is allemaal te eten en zo'n ding allemaal. Dus dat zijn we eigenlijk een beetje aan het doen, aan het verkennen. Dus hier heb ik nog kraampjes, maar die zijn natuurlijk nog niet ingevuld. Dat komt toch. Ik sta weer op. Dus we zien dat we niet vallen natuurlijk. Want dat zou natuurlijk niet zo goed zijn. Voor mij en voor iedereen. Waarschijnlijk gaan we nu wel heel veel erkend worden. Dat vind ik wel leuk om de foto te kunnen gaan met al die mensen. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Het is wel goed weer, dus ik geef toch wel. Het is niet te veel wind, dus normaal gezien zou het wel door moeten gaan. Ik zou niet weten waarom het niet door zou kunnen gaan. Ik moet wel nog een beetje opletten voor fietsen. Hier heb je ook allemaal kraampjes die morgen, denk ik, in gebruik worden genomen. Het podium vandaag al, wie er komt optreden, weet ik niet van buiten. Moet ik het papier bijhalen? Nee, ik heb nog geen papier. Dus dan kun je hier morgen en overmorgen, wordt hier van alles opgezet. Dat is eigenlijk een beetje lekker een braderij. Hier, alles wordt opgezet. Komen we sowieso morgen eens een keertje terug of zo. Dus dan ga je dat wel allemaal merken. Dus dat is nog allemaal leeg. Maar je kunt je bijna niet door van het volk. Dus ik ben niet benieuwd wat er morgen gaat zijn. Ze geven morgen regen, maar ja, we weten het natuurlijk nooit zeker. Dus je weet het niet. Dus ik kom hier nu juist een leuke fans tegen. We staan hier. Hallo! Ja. Ja. Dit is ook een podium. Ja, ik zeg het, hier kom je dus heel veel fans tegen. Dat is zo. Hier heb je trouwens drinkwater, dus je zit van ik wil iets drinken, dan heb je ook drinkwater staan. Dat is wel goed eigenlijk, want dan is dat belangrijk. Dus ik heb het gezegd dat ik fans ging tegenkomen. Dat is normaal. Dus ja, een beetje populair, hè. Dus ik vind dat wel leuk. Als je vooruit kunt gaan, hè. Dat is het belangrijkste. Afvalpunt, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Afvalpunt. Eigenlijk is hier ook niet zo heel veel te zien eigenlijk, maar dat komt nog. Wat ik dus zeg, ja, morgen is het hier Wereldmarkt. En dan zie je natuurlijk wel veel meer, maar dat zijn gewoon de kraampjes en zo dingen allemaal. Dus er valt niet veel te zien, dus ook niet veel te vloggen over. Dus maar morgen is dat direct kei druk en ja, en dan ga je het wel. Heel welkom in deze nieuwe video van Ballonvrienden. Hier zie je allemaal al de wagens van de ballons. Dus al heel veel wagens die klaarstaan, hopen dat ze de lucht in mogen gaan. Natuurlijk, het zijn er heel veel. Een special shape daar. Ik heb er ook niet tussen gaan lopen of zo, maar er zijn heel veel wagens. Heel veel. Die we straks waarschijnlijk wel kunnen bewonderen. Allee, voor mijn gevoel is het weer perfect. Maar ja, ik heb dan ook natuurlijk geen weerman om dat over te beslissen. Dus deze ballons kunnen we zo wat verwachten. Ik sta het helemaal vol. Dus dat was eigenlijk wel. Het is heel mooi om te zien dat het weer kan, dat het eindelijk weer kan en dat we eindelijk weer kunnen genieten van de luchtballonnen. Hier kan ik gemakkelijker door om eventjes mee te pakken. Omdat ik ook mijn staan erbij heb, mensen, dus dat niet. Kijk,
maar en er komen er nog steeds toe. Dus nog steeds. Dus dan heb je de mand. Prachtig. Dat is de mand. Dus nu hangt de rode vlag nog. Ik weet niet of je het ziet, maar de rode vlag hangt nog. Spannend. We zitten nu gewoon op de markt te wachten. En straks begint het allemaal. We gaan jullie nu op de staande zetten. Dat is ook een hele opgave. Maar dat gaan we nu doen. We zijn nu de ballon aan het leggen. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar dat is wat er momenteel te zien is. We mochten maar een bepaalde hoeveelheid ballons, de Pussy Shapes en de Avia-ballon en Sinterklaas-ballon, mochten hier alleen nog maar staan. Dit is wat we momenteel zien, wat er gebeurt. Daar heb je ook nog de andere willen staan. Dus afwachten, er staat altijd een rode vlag. Daar zijn ze de mand al klaar aan het maken. Ze gaan de lucht niet in, ik lees nu. Maar ze worden wel opgesteld, dus ze gaan de special shapes weer opstellen, denk ik. Er is te veel wind, zeggen ze, dus ze stijgen niet op. Dus dat hebben ze juist laten weten. Dus het is alleen opstelling. Ja, dit is het bericht dat ze net hebben geplaatst. Dus dat wordt niks. Maar dat is wel leuk dat ze die toch gaan opstellen, zodat we die toch even kunnen zien. Dus ben ik benieuwd. Dus nu worden ze opgeladen. Ja, ze worden. Dit is de avond. Wat kan ik hier zien? Oh, okay.
Thank you.
gouden bord. Avia. En daar zijn ze aan het uitpakken. Ik denk dat dat wel iets tussen zeep is, denk ene opgeblazen. Daar. Kijk, en voor jou zie je de anderen staan.
Dat is, dus jullie zien daar ook de Stadsballon. Dus daar heb je dingen. Daar zijn in de verte al miniatuurs. Die komen straks deze richting uit, maar we gaan ons steeds focussen op deze miniatuur. Ja, kijk eens.
zeer moeilijk om ze allemaal weer vast te leggen. Op de camera. Vlieg, hè? En de vlieg. Ja, wat je ziet.
de grote hal. Nu hopen dat het deze kant uit kijkt. Die schatje. Daar heb je nog de Sint-Niklaas-ballon. En daar heb je nog altijd de andere. En hier op deze komt nu de Sourlee. Ja, schatje, moet je vliegen. Worden allemaal bijna plat gedaan. Ja, moet je zitten, hè? Hij zwaait nog de laatste keer. Zeg dat daar. Ik ga plat. Ik zeg salut. Ja, ik heb het ook al gezien. Ja, meneer, ja, meneer, ja, meneer, ja, meneer, ja, meneer, ja, meneer, ja, kruipt weer langzaamaan zijn bedje in. En vertrekt hierna naar Albuquerque voor een heel groot special event. Dus hij begint echt aan een tournee door de wereld. Rond de wereld. De ui, ook een zeer mooi exemplaar. De meeste worden nu helemaal plat gedaan. Maar ook wel gebleven. Maar ik wil toch nog de al even laten zien. Ik vind het altijd uitwekkend hoe het ook allemaal draait. Het is altijd uitwekkend. Dus ik vind het knap hoe dat op al die ballons terecht staan. Het is als varen omdat ik nog veel speelt nog te leren. Maar gewoon de moeite en dat ze doen eigenlijk om toch wel iets mee te krijgen. Dus met zijn alle piloten daarvoor. Want dat is ook niet heel gemakkelijk om ze nog maar recht te zetten. En daar ben ik dus wel heel trots op eigenlijk. Dus daar wordt hij niet maar blij van. En dan helemaal van achter. Daar komt straks de
dat is oké. Okay. Ja. Voor het snoepje van Thijs. En deze is de badeend. En het is een heel lange, grote badeend.
bedraagt 7000 kubieke meter. Dus dit is een grote fan. Ja. Die wil graag in de vlog komen. Ze willen allemaal in de vlog. Zo werken wij. Allee, ja, zeg maar iets. Abonneer op Polestar, de video's zijn echt heel erg goed. Shout out naar Polestar. Ja, shout out naar Polestar. Dankjewel. Ik ken dan zo, dus dit is dus de ballon. Dus ja, je hebt dat maar gezien. Het is echt wel een mooie clown. Ik heb echt een goede beeld. Dus wij komen dus echt superveel fans tegen, dat is niet normaal. En ja, dan moet je zo een keertje wachten en doorgaan. Maar dat is heel leuk om fans te ontmoeten.